En dan nu? De overheid moet een klimaat scheppen dat nieuw creatief aanbod een kans geeft en dan ook probeert een publiek daarvoor te interesseren. Hallo kijkers. Een beetje stad van formaat heeft een museum van formaat. En liefst een museum met een collectie. We hebben al een tijdje in Nijmegen het Fiasco Museum. Ik leid u even rond langs een aantal topstukken van de collectie. Niet te missen voor elke bezoeker zijn er ruim 200 parkeermeters in de spannende kleurencombinaties grijs met groen, grijs met blauw en grijs met rood. En wat dacht u van de fenomenale replica van de Hertogpoort, met op het verlaagde gedeelte van de stadsmuur het geheel gerestaureerde Sahara-zandkleurige betonnen dek en let u vooral ook op de mosgroene afwerking aan de zijkant. Op de Marienburg, dat door een fantastische meetfout minstens een halve meter te hoog is aangelegd, ligt dit fraaie, donkergrijze drietredentrapje onder de poort. De meetfout veroorzaakte ook een hellend contrast aan de zijkant van het pand. De Marienburgkapel zelf zakte visueel een halve meter in de grond en bij de arsenaalpoort ontstond een intiem te noemen onderdoorgang. U kunt vanuit de Mariekenstraat naar het Kelkensbos lopen, waar u de nooit helemaal afgebouwde randbank met niet meer werkende verlichting kunt bewonderen. In het museum zelf is er natuurlijk de zwembadtegeltjeskleurige trap met drie dubbel brede treden. Openbaar vervoerbezoekers vallen helemaal met hun neus in de boter. Het topstuk uit de collectie is het stationsplein, dat voor meer geld gerestaureerd is dan de aanleg gekost heeft. Let u vooral op de sprankelende, oogverblindende glitterasfalt en het fraaie, in chroom uitgevoerde trapleuningen tweeluik. Vergeet u vooral niet de fietsenstalling onder het plein in te gaan en daar het unieke cubistische indoorwaterafvoersysteem te bewonderen. Landelijke bekendheid hebben we ondertussen met de verdwenen roltrap. En aan de Waalkade ligt ook nog het 3 weken gewerkt hebbende en nu al 2 jaar stilstaande waterkunstwerk. Recente aanwinsten zijn de vrij naar Christo in maagdelijk wit kunststof dichtgeplakte lift bij de Nieuwe Brug en de nieuwste maximaal hoogteverschillende veroorzakende bestrating van plein 44. Het museum is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, gratis toegankelijk. Veel plezier in de stad en tot de volgende week. Is toch een collectie van meer dan 10 miljoen ondertussen? En inderdaad, deze verlichting doet het ook nog maar half.